Oké. Ik moet bekennen, mijn eerste aankoop van 2023 is wel cool, vet, maar ook wel nutteloos. Maar dat maakt het nog altijd wel cool. Alleen moet je het niet altijd tegen je vrouw zeggen. Maar goed, ik heb dus mijn eerste nutteloze aankoop gedaan in 2023. Want ja, soms heb je dat wel, denk ik. Laat het mij ook zeker weten in de comments, dat jij dat soms ook wel hebt. Want ik zit soms te scrollen op TikTok, YouTube, Shorts, Instagram, Reels. En dan kom je soms wel producten tegen die mensen dan tonen. En dan denk je, ja, dat is wel cool. Dat wil ik ook. Dat is gewoon cool om te hebben. En dat was nu een beetje het probleem met dit product. Eigenlijk, nadat ik het had aangeschaft, wist ik, wat ga ik er eigenlijk mee doen? Buiten even mee spelen. Maar het is wel cool. Maar goed, daar gaat het dus over in deze video. Deze video gaat over mijn nieuwe Tesla-coil. In ieder geval, voor deze video ga ik het af en toe iets donkerder moeten maken, omdat je anders het effect van de Tesla-coil uiteraard niet ziet. Dus deze is mijn kleine Tesla-coil. Je kan hem eigenlijk overal kopen. Je moet maar even googlen naar Tesla-coil. Er zijn webshops die hem verkopen. Dit is de kleinste variant. Er zijn ook veel grotere varianten. En je vindt ze zelf op AliExpress voor ja, 40 euro wordt deze thuis geleverd. Daarom heb ik hem trouwens zelf ook op besteld. Dus dat is het leuke apparaatje. Hoe een Tesla coil werkt, zeg ik even kort op het einde van de video. We gaan gewoon even kijken wat het ding juist doet. Je ziet dus dat het draadloos elektriciteit naar de lampjes gaat. En ook naar mijn vingers. En dat wordt wel warm na een tijdje. Het leuke aan deze Tesla coil is dat je ook twee opties hebt. Gewoon de Tesla coil opzetten dat hij zijn stroom en voltage genereert aan een hoge frequentie. Of dat je de frequentie gaat laten bepalen op basis van muziek. En dan heb je eigenlijk ook een speciale website voor. Ik ga hem hier even linken. En die website kan je gebruiken om via Bluetooth aan het apparaat te linken en muziek af te spelen. En dan gaat de Tesla coil op basis daarvan een liedje spelen en ook een lightshow geven. Dat maakt het wel leuk en een leuk ding om even boven te halen op het volgende feestje met de familie. Spannend. Wel, en hoe werkt die Tesla coil? Natuurlijk al hoor ik jullie al zeggen. Dat gaan we even heel kort uitleggen. Uiteraard is een Tesla coil uitgevonden door de heer Tesla heel lang geleden al. Hij was op het idee gekomen om deze technologie mee te gaan experimenteren. En dus die hoge vlammen, die Tesla-vlammen, zoals het ook wel zegt, van elektriciteit die heen en weer springt, voor het eerst zo te genereren. En eigenlijk, een Tesla-coil is een apparaat dat gebruik maakt van elektrische resonantie om hoge spanningen op te wekken. In deze Tesla zitten twee spiraalvormige spoelen. Deze zijn vrij klein. Hoe groter dat je deze spoelen maakt, hoe meer effect je gaat creëren, hoe groter de Tesla coil kan worden. En die ene is een primaire spoel en de andere is een secundaire spoel. En die zijn verbonden met elkaar via hoogspanningsontsteking. Wanneer deze ontsteking wordt geactiveerd, stuurt het apparaat elektronen door de primaire spoel, wat eigenlijk een elektromagnetisch veld genereert. Je kent dat wel, die spoelen van koperdraad. Als je daar elektriciteit doorjaagt, krijg je eigenlijk een magnetisch veld. Dat wordt ook opgewekt in deze Tesla-coil. Dit veld creëert ook elektrische spanning in die secundaire spoel die daar dichtbij ligt.
Hierdoor ontstaan dus die hoogspanningsvonken die je ziet, die light show. En dat is ook wel een hoog voltage. En je weet, je ziet soms ook wel aan die elektrische hoogspanningscabines op straat opgepast. Daar is levensgevaarlijk. Maar omdat deze hoogspanningsvonken aan een heel hoge frequentie worden opgewekt door die tweede spoel, ja, daardoor zijn ze eigenlijk minder gevaarlijk. Ze gaan eigenlijk langsheen je lichaam in plaats van echt door je lichaam. Maar als je hier een paar seconden je vingers houdt, dan zul je je vingertoppen wel heel heet voelen worden. Net zoals dat mandarijntje van daarnet ook eigenlijk een beetje begon te ruiken en begon te verbranden. Dus helemaal ongevaarlijk is een Tesla coil zeker niet. Maar als je er verantwoord mee omgaat, is het zeker niet levensgevaarlijk. Maar goed, een kleine Tesla coil zoals dit creëert dus kleine Tesla vlammetjes die zeker ongevaarlijk zijn. Maar je kan er in principe wel papier mee verbranden als je lang genoeg wacht. Dat kunnen we misschien eens proberen.